is net alsof je op zo'n mortuariumschaal ligt. Ik zweer het. CSI Kiev. Ik geloof niet dat ze hier heel erg oud worden, hoor, in de Oekraïne. Ik geloof de gemiddelde leeftijd 71. Oh, nou, dan red jij de terugvlucht niet. Nee, schat. Zeker niet. We zijn in Oekraïne aangekomen en de eerste bestemming is een heus sanatorium. Ik wist niet eens dat het nog bestond, maar hier in de Oekraïne dus wel. Hé, hey, en het nummerbord, kijk dan. Aha. Ik heb heel goed nagedacht of ik dit programma met Gordon wel aan zou kunnen. Even helpen, schat. Heel graag. Maar ik denk dat hij ook heel goed na moest denken of hij dit programma wel met mij aankon. Oeh. We zijn in Oekraïne gekomen omdat hier de mensen relatief heel erg jong sterven. En daarom zijn er ook hier heel veel therapieën waardoor mensen langer gaan leven. Wanneer ze heel veel dingen ondernemen om die leeftijdsgrens omhoog te krijgen. What the fuck moeten we in een sanatorium? Dat het bestaat. Maar dat was toch voor mensen met TBC en de pest? Nou, dat klopt dan wel dat we erin gaan. Ik heb er nu al de pest in. Nee, maar even serieus. Op zoek naar de eeuwige jeugd. Wat doe jij om jong te blijven, Pet? Ja, goed. Ik heb natuurlijk bijna 2 jaar geleden het roer volledig omgegooid. Met alles gestopt eigenlijk. In 1 keer. Maar even heel eerlijk. Eten, drinken, snuiven, alles. Het scheelt een hoop geld. Nou, dat sowieso. Yes. Heb je er spijt van? Nee, geen minuut. Ik heb gegild van de lach. Ja, dat heb ik ook. Maar ja, wel op tijd gestopt, want ik leef nog. Ik wil nog 20 gezonde jaren. En wanneer heb jij dan besloten en this is it? Zal ik je wat vertellen? Mijn dokter heeft een half jaar geleden gezegd... als je zo doorgaat, ben je binnen 1 jaar dood. Dat meen je niet. Ja, want ik zag die suikerwaardes en mijn hele levensstijl. En op een gegeven moment was het zo erg. Dat was een week voor mijn verjaardag. En toen zei ik, weet je wat? Op mijn verjaardag gaat de knop om. Dat is dus nu een paar maanden geleden. Ik ben net onderweg. Maar het voelt echt als een bevrijding. Ja. Maar goed, op naar de eeuwige jeugd, schat. Ja, echt. Mag wel opschieten bij jou. Mag wel gas geven. Valt nu al niks meer buitenspuiten bij jou. Nou, dat is niet waar. Heel veel mensen denken ook echt dat ik helemaal volgespoten ben. Ja, maar niet in mijn gezicht. Sorry. Nou, als je daar strak van gaat staan, had ik ook al 16 geleken. Na bloedend hebben gereden, kwamen we eindelijk aan in het sanatorium. Nou, dat zag er in de avonturen uit als een soort ziekenhuis. Mijn hemel, wat een rit, joh. Ik ben 10 jaar ouder geworden in die rit. Ja, maar jongens, dit is precies dat enge Oostblokgevoel waar ik zo bang voor was. Hallo. Serieus? Hi, good evening. Oh, het is gewoon een ziekenhuis. We are checking in for... to find the eternal youth. Ik heb geen idee wat we zeggen. Nee, die denkt, dan mag je wel een jaartje blijven. Do you have the room of the key? Where of the are room? We? Paspartade, weet je? Ik versta het dus gewoon, hè? Alsjeblieft. Wat zegt ze? Het was net alsof je bij de eerste hulp incheckte. En dan bij de eerste hulp waar je niet kan uitleggen wat je hebt. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de kloten. Het lijkt wel een kledingkast waar je in gaat. Maar echt. Gelukkig ook niet zo warm ook hier. Oh, het lijkt echt niet normaal. Je verlaat de zaak van een uur. Oeh, wat een licht. Nou, daar word je niet jonger op, schat. Dat bed vind ik ook helemaal niks, hoor. Oh, jawel. Dit is toch eng? Dit is oud-Russisch, schat. Oh, hier, kijk dan. Mag ik even bij je plassen? Ja, want kijk waar we naartoe gaan morgen. Oh, wacht even. Ik durf dit echt niet hardop te zeggen. Wat gaan we doen? Morgen belanden jullie in een warm bad, maar dan wel gevuld met radioactief gas. Top voor de vernieuwing van je cellen. Zes hoe? Dat meen je niet. Wat is dit? Ik ga niet zomaar in een radioactief bad liggen. Hè? Dat is het 20 jaar eerder moeten doen. Als het werkt, wil ik het wel doen, maar als... Misschien kan je met terugwerkende kracht nog. Dat wil je toch niet?
Wie wil daarna in een radioactief bad? Iemand moet me iets gaan uitleggen. Want het is gewoon radioactief. Ik vind het eng. Ten slotte is Tsjernobyl niet zo ver, hè? Ja, we gaan het gewoon doen, joh. We laten ons gewoon onderdompelen, letterlijk en figuurlijk. Zo slecht geslapen, maar gelukkig krijgen we eerst een ontbijtje in het sanatorium. Nou, moeten we dit eten, schat? Ik ga dit niet eten. Ik ga gewoon op Liga. Maar dit is toch niet al het ontbijt? Nou, brood. Nou, het is gewoon een soort zuurkool. Dat hebben ze natuurlijk in Tsjernobyl overgehouden. Het is echt zuurkool. Nou, ik moet wat eten, schat. Hebben ze niet een eitje of zo? Ik vind het net een gesticht hier. Nou. Oh, wow. Die heeft zo'n café. Waarom wordt ook alles zonder uitleg gedaan hier? Ik word er gek van. Is het vies? Nee, het is niet vies, maar het is koud. Het is gewoon kut. Het is verschrikkelijk. Maar echt dat je hier ook gewoon 6 uur voor in de auto zit. Het is toch verschrikkelijk. Ik ben er nooit zo positief geweest. Nou, wie weet is het radioactieve bad dat verre rijden wel waard. Onze tolk brengt ons naar de hoofdzuster. Dobro Voranko. Dobro Horan. Dobro. Gordon, nice to meet you. Hi, Patty. Hi, nice to meet you. Zeg je nou Patty? Ja, dat weet ik ook niet waarom. Oh, you speak English a little bit. So-so. Oh, okay. Where are we exactly? Ми раді вітати вас в місті Хмельнику, що знаходиться в центрі України. So everybody's coming here to look for the eternal youth. Це відносне поняття, адже здоров'я – це молодість, а молодість – це здоров'я. Enige wat ik van die zuster heb begrepen, is dat ik niet naar haar kapper hoef. Ja, zij heeft ons uitgelegd wat radontherapie eigenlijk is. Nou, dat hele hotel is gebouwd op een soort radioactief aardgasgijzer gebeuren. En met dat radioactieve water hebben ze allemaal behandelingen bedacht. En dat schijnt een hele helende werking te hebben voor je hele immuunsysteem. Maar ook voor je gewrichten, voor je huid. Het schijnt overal goed voor te zijn. So it has nothing to do with Chernobyl? No, це зовсім інші речі. І вода, і земля. Тому це природній радіаційний фон, який в таких дозах шкоди організму не надає. Nee, ze hebben me niet gerustgesteld voordat ik dat bad in moest. Maar ik denk, nou ja, go with the flow. Maar eerst wordt onze bloedsomloop op gang geholpen door een hoge drukspuit. Переклад ваш потрібен, чи нормальна вона для неї? Zo'n straal op je lichaam is heerlijk, want je voelt gelijk de doorbloeding komen. Natuurlijk ging ik wel even een beetje spelen met de straal en spoot Patty vol in haar gezicht. Ja, en welke man kan dat nou zeggen in Nederland? Een stuk of 1000. Het is een soort van massage, hydromassage, maar dan keihard. Het was echt heerlijk. Maar ja, dan moeten we nog in dat vreselijke radioactieve bad. Het is een beetje het gevoel alsof je naar de operatietafel gaat. Dora Horka. Of zoiets. Ik wilde het gewoon allemaal niet eigenlijk. Maar ja, muts op en gaan. How long do we have to go in? 15 minutes. 15. Why is the color like this? It's a natural color of this water. It's many mineral elements, so that's why it's always this natural color of it. Alles wat Gordon niet wil, moet ik eerst. Je denkt dat er elk moment iemand binnen kan komen die zo'n labeltje om je teen hangt en zegt zo, mevrouw, het was leuk geweest. Doei, doei. Het is net alsof je op zo'n mortuariumschaal ligt. Ik zweer het. CSI Kiev. Hi, Patty. Bye. En uw bemanning een behouden vaart. Hup. Ze kregen een soort zeemansgraf. Dus ik zag haar zo verdwijnen in het bad. In een modderpool. Goeie reis.
veren en zo. Is het hier? Ja. Het is een soort modderbad. Hoe jong zijn we aan het eind van deze serie? Ja, echt. Ik vind het heerlijk iets doen. Hier moet je wel je kop bijhouden, zie je? Ja, het was wel heerlijk trouwens. Je moet ook toe kunnen geven dat je het helemaal verkeerd had. Ik lig op die laatste rustplaats, op mijn buik, lekker een beetje zo ingewikkeld. En ik voel me gewoon echt eigenlijk heel relaxed. En ik merk voor het eerst dat ik altijd een soort van rugpijn heb, die ik voor het eerst niet heb. Ingewikkeld. En jij? Ik ben niet best eigenlijk. Heerlijk, hè? Ja, overal. Nou, ik hoop dat het effect heeft gehad, schat. Dus ja, doe mij dat bruine, vieze bad maar elke dag, eigenlijk. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.